Hier gaan we de kassen checken. Oké. Okay. Dus dit is de uitdraai waar alles staat wat zij vandaag heeft gedaan op de kassa. Die gaan we controleren met de inhoud van haar kassa. Okay. Ja? Gaan we naar boven. Ja. Ik loop mee met Jacqueline. Zij werkt bij de financiële afdeling van HMS Host. Dat is een horecabedrijf wat eigenlijk alle horecapunten op Schiphol verzorgt. En zo krijg ik hier wat inzicht in hoe het reilen en zeilen gaat op het geldgebied. Nou, dit is waar het dan moet gaan gebeuren met me. Hier wordt dus onderhoud gepleegd aan alles wat je eigenlijk binnen de keuken van het vliegtuig kan vinden. Koffiemakers, ovens. Ik wil graag één dagje uitvaren waar ik nu werk doe. En dan iets anders even doen of even kijken wat is gebeurd daar, ergens anders. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 keer 5, stafkap. Dit soort dingen, je staat helemaal niet bij stil dat deze afdelingen eigenlijk ook bestaan. En dat maakt zo'n dag erg leuk om mee te maken. En als er nou een vreemde vlieg had gehad, dat er bij de bank hier gestaan. Dollars, of ponden, maar die is nu al. Als ik deze aanzet, de fase 3 wordt de 8,4. Ja. Nou, Mehmet heeft vandaag meegeholpen aan een container van een koffiezetapparaat. Die had een klacht toen hij binnenkwam, een gebroken glas en een roestige kraan. We hebben die onderdelen vervangen en daarna het apparaat getest. En samen met de monteur heeft hij deze weer dusdanig gemaakt dat hij getest kan worden en serviceable verklaard kan worden. Ik vind het eigenlijk wel leuk om nu wat meer hierover te horen. Want soms hebben passagiers ook wel vragen, bijvoorbeeld over vouchers die ze kunnen inleveren. Die ze krijgen van maatschappijen als er vertragingen zijn. En nu hoor ik eigenlijk hoe dat dan weer bij HMS Host verwerkt wordt. En dat is voor ons gewoon interessant om te horen. Nou, mijn eigen baan is zo top dat ik echt de 67 wil halen. Of 68 tegen die tijd misschien. Maar dit is een goede tweede. Nou, dat is hem. Oké, dankjewel. Ja, niks te danken. En bedankt voor de inzet.